Maar zeg maar het gevoel wat je erbij had en de manier hoe het is gegaan dat jij niet gekozen bent als hoofdtrainer. Heeft dat nog iets veranderd aan het gevoel van Ajax? Nee, helemaal niet. Want Ajax is de club. En de club ben ik voor veel dingen heel veel dankbaar. En ja, ik ben nu wel coach van Jong Oranje, maar ik ben hier natuurlijk opgegroeid in Amsterdam met Ajax. Dus voor mijn gevoel is verandert er helemaal niks. Nee. Wat was jouw grootste teleurstelling toen Ten Hag wegging, dat jij niet gevraagd werd? Of toen Schreuder wegging, dat jij niet gevraagd werd om hoofdtrainer te worden? Die twee dingen zijn inherent aan communicatie. Als je van tevoren communiceert, dit zien wij in jou of dat zien we in je, dan is de teleurstelling natuurlijk heel anders. En hoe was de vooropgestelde communicatie? Nou, die was er dus niet. Hè, waardoor je eigenlijk op het einde zegt van nou, dit is wel mijn laatste jaar. Uit teleurstelling om geen hoofdtrainer te kunnen worden? Uit de manier van werken natuurlijk. Maar wanneer had jij aangegeven van oké, assistent heb ik het met heel veel plezier gedaan, maar ik zie mezelf als hoofdtrainer, als volgende stap. Op welk punt heb jij dat aangegeven? Nou, op het laatste punt dat er niet voor mij toen was gekozen. Toen heb ik wel aangegeven naar dit. Toen Heitinga werd gekozen, ja, bedoel je? Ja, dat was jouw grootste teleurstelling? Dat was natuurlijk een teleurstelling. En natuurlijk kom je eroverheen. En je geeft alles natuurlijk voor de club, omdat je natuurlijk wel een clubmens bent. Maar dat was wel een teleurstelling. En op een gegeven moment zeg je van nou oké, we gaan weer door. Maar dan maak je voor jezelf ook wel een conclusie van dit is niet wat, wat ik wil. Ja, als ik een beetje begrijp de manier hoe dat toen is gegaan met Heitinga, waar een Huntelaar bij was, waar een Heitinga bij was, waar jij dan bij bent. Dat Huntelaar en Heitinga samen even weggaan, een gesprek voeren. Ze komen terug en Huntelaar zegt, hij gaat het doen. Nou, hoe het gegaan is, dat laat ik wel in het midden. Maar heeft Freesia een klein beetje gelijk? Ja, dat laat ik echt in het midden. Alleen, er waren wat dingen en het was niet duidelijk. En daar zaten we in die ochtend mee, hè, van duidelijk van hoe gaan we dat doen. Doen we het met z'n tweetjes? Die duidelijkheid zocht je op dat moment. Maar je zit met mensen aan tafel die allemaal een hart hebben voor Ajax. Die op dat moment niet in de positie zijn met Ajax waar ze willen zijn. Dan heb jij het idee van we zitten om tafel om te kijken hoe we ons Ajax weer op de plek gaan krijgen waar het hoort. Ja. En dan gaan twee mensen wegkomen terug en dan is dat de afspraak. Dan moet je toch ook ergens boos worden, nog even los van of jij dat heel graag wilde doen? Ja, bij die beslissing ben je natuurlijk teleurgesteld op dat moment. En, misschien ook boos natuurlijk. Maar op een gegeven moment heb je van, ja, we moeten deze club wel weer vooruit zien te brengen. En dan moet je dat ook naast je schuiven, dan ga je door. En natuurlijk zit je van, ja, ik denk dat ik de betere persoon was. En zo niet, leg het me dan uit. Waarom niet? En dat miste ik dan van tevoren en daarna. En hoeveel tijd heb jij dan nodig tussen zo'n situatie en dat jij zegt, oké, dan ben ik assistent? Niet veel, want de volgende wedstrijd stond al op de hoek. Dat was Excelsior uit en dat was denk ik na twee dagen al. Ik zei ook tegen John, vandaag ben ik gewoon boos. Hè? Morgen sta ik hè? En dan moeten we het toch doen. En dan ga je door. Ik heb van Erik ten Hag, die ik best wel een klein beetje ken, die niet van elke rechterhand gecharmeerd is, zegt loyale kom je ze niet tegen. Als Michael Reiziger. Kan je ook te loyaal zijn als ik je nu hoor praten? Bestaat dat? Te loyaal? Nou ja, dat je gewoon heel snel je teleurstelling omzet en de volgende dag zegt tegen John, ja. John, ik heb de kleren in, maar je kan op me rekenen. Dat is toch de loyaliteit ten top? Nee, dat je kan het loyaal noemen, het is ook professioneel. En, kan je ook te professioneel zijn? Te professioneel. Ja, ik ben wel een persoon die van winnen houdt. En
ik kan er niet tegen werken zonder doel. Dus als ik ga werken zonder doel van, nou, weet je, ik heb hier niks meer te zoeken. Ik laat het lopen, dat zo'n persoon ben ik niet. Nee, dus je hebt gewoon binnen 24 uur de knop omgezet en hem in niets laten merken dat je de kleren erin had. Natuurlijk weet hij dat ik de kleren erin heb. Natuurlijk wist hij dat. En dat zei hij ook tegen mij. Want, ja, ik weet dat jij dat ook wou. Dus hij weet echt wel van op dat moment dat ik daar de kleren in heb. Heb je dat nog een keer tegen de algemeen directeur en tegen de mensen die bij dat gesprek waar Freesia aan refereert gezegd? Daar heb ik zeker daarna een gesprek mee gehad, ja. En wat heb je toen gezegd? Ja, dat ik dat niet, dat het niet echt de manier was hoe het gegaan was. En daarin geven zij ook toe van ja, in de communicatie zijn we niet zo goed naar jou geweest. Maar kijk, weet je wat het ook een beetje is? En in ieder geval, dat beeld heb ik van jou. Je bent altijd heel vriendelijk en heel aardig. En dat is voor ons als media natuurlijk fijn. Maar ik kan me ook voorstellen, in de voetbalwereld, waar sommige mensen heel hard schreeuwen en allemaal met de vuist op tafel slaan en zeggen ik. Niet allemaal, maar er zijn er een aantal. Ja. Hoe goed past dat? Het gaat niet hoe ik met jullie omga of hoe ik met... Wat je zegt dat ik heel vriendelijk ben, het gaat om wat ik op het veld laat zien. En ik denk dat ik daar genoeg heb laten zien al. En dat ik vriendelijk overkom, nou, dat is alleen maar goed, toch? Ja, maar als ik op het veld ben, dan gaat het wel om één ding en dat is winnen. En daarvoor moet je elftal zo naartoe smeden. Dat kan niet altijd maar met vriendelijkheid. Maar ik vind wel, wat Hans ook zegt, je moet in die voetballerij wel een piketje slaan. Ik bedoel, je wordt kampioen met de KKD. Ja. Het jonge Ajax. Dan ben je eigenlijk de volgende man als er een hoofdtrainer weggaat. Dan kan je wel op papier laten zetten en vragen aan ze. Jongens, het is leuk en aardig dat tweede seizoen, maar ga ik promotie maken? Ja dan nee. En dat moeten ze dan maar ja of nee op antwoorden. Ja. Dat is doodzonde geweest. Want Heitinga die trainde onder 18e, dacht ik. Jij wordt assistent bij het eerste elftal daarna. Ja, ik vind het leuk te zien met twee kleine zoontjes. Dat moet je wel doen. In de toekomst denk ik dat wel een leerschool voor jou ook is. Ja, dat zou kunnen. Buiten het veld op papier de piket slaan. Dat zou kunnen, maar ik denk dat sowieso wat je laat zien. Hoe je team laat voetballen. Ik denk dat het natuurlijk nog steeds het allerbelangrijkste is. Nou, blijkbaar niet. Soms niet, nee. Soms niet. Dus, ik praat uit eigen ervaring. Ik nam het over van Benak en ik won er 17 achter elkaar. En toen wilden ze er een tussenpaus tussen zetten, omdat ze tegen mij zeiden van, wil je lang bij Ajax blijven? Ik zei, ja, heel graag. Ik ben 31 jaar, ik ben de jongste trainer. Dan zetten we er een tussenpaus tussen Koert Linde. En toen heb ik wel op papier laten zetten dat hij een jaar zou blijven. En daarna zou ik het zelf gaan doen. Ja, maar het is ook... Dat is buiten het voetbal. Het is ook een je bent nooit oud om te leren. Ja, oké. Nou ja, goed. Dan de volgende keer in je contract. Goed, Freesia. Toch? Ja, misschien voor je zaakwaarnemer, zoiets.